Ik zie misschien spoken, maar ik denk dat er toch wel iets van aan is. Want ik weet wie achter heel die beweging zit. Zowel die zondagse betogingen als de spijbelaars op donderdag. Dus men heeft mij dat ook verteld vanuit de staatsveiligheid. Dus ik kan u garanderen dat ik niet alleen spoken zie, maar dat er wel wat meer achter zit dan een spontane solidariteitsactie voor ons klimaat. Als de intussen ex-minister vandaag ergens steun kreeg, dan wel in haar heimat, het Oost-Vlaamse Evergem. Joke Schouwli ziet complot in de klimaatmars. Terug de voorpagina. Toch altijd hetzelfde tegen Joke. Arsijn Akke is oud-CD&V-schepen in Evergem, lanceerde schouwvliegen in de gemeentepolitiek en is fan van het eerste uur. De meeste mensen van hier zullen haar zeer goed verdedigen. En erg op kop. Stemmenkanon van het Meetjesland. Met meer dan 55.000 voorkeursstemmen werd Schouwvliegen in 2014 opnieuw Vlaams minister. Van omgeving, natuur en landbouw. Zij het stukken geliefder bij de landbouwers dan bij de natuurliefhebbers. Iedere verkiezing stellen we vast, ze haalt monsterscores. Maar op een zeker moment de verkiezingen zijn gedaan, ze heeft de monsterscore. En dan hebben we het gevoel dat de andere partijen daar moeilijk kunnen mee omgaan. De bevoegdheden die ze kreeg, zijn er altijd groepen, drukkingsgroepen, maar ook binnen de politiek zijn er groepen die haar tegenwerken. De landbouw wordt zeer geviseerd door de mensen van de natuur. En dat is natuurlijk wel het grote probleem. En dat blijft nog altijd, en dat is van een tijd van Vera Doua, maar hij blijft altijd naslepen. Vera Doua, groene landbouwminister en kop van Jut bij de boeren in 2003, toen ze betoogden tegen haar mestactieplan. Het was Schouwvliegen zelf die die tegenstelling op scherp zette in haar speech voor het Algemeen Boerensyndicaat. Zij als minister voor de boeren, met de natuurliefhebbers in een klimaatcomplot tegen haar. En een aantal natuurorganisaties die hebben mij letterlijk gezegd: wacht maar, onze wraak zal zoet zijn en wij zullen ook betogingen doen, maar dan in de andere richting. En veel mensen die daarin meestappen, beseffen dat ook niet. Dat ze een stukje mee onderdeel uitmaken van een systeem dat opgezet is. Ze zullen haar nog missen, de boeren. Alleszins. En het is dan ook te zien wie dat er in de plaats komt. Hè. Als dat eigenlijk echt groen komt, dan is dat weer heel erg voor de landbouw, denk ik. Dat is gewoon, anderen weten, slachtoffers vallen eigenlijk. Vader en zoon van Hifte, familie van melkveehouders. De dominante landbouwactiviteit in boerengemeente Evergem. Veel boeren uit de streek zijn verdwenen. Enkel de grote bedrijven hielden stand. Hier houden ze meer dan 500 koeien en denken ze het hunne van klimaatprotesten en bosbrossers. Ik denk dat 99% van de jongeren niet weten waarom dan ze daar zijn. En ik denk dat ze ook bij de rijen moeten gaan kijken. Ik ken er heel veel die denken dat ze groen zijn. Maar ik denk dat de meeste landbouwers groener zijn dan degenen die daar zijn. Wordt er in Evergem ook gespijbeld? Dat weet ik niet. Mijn kindjes zijn nog te klein. Schouwvliegen nam deze avond dan toch ontslag, maar het lijsttrekkerschap in Oost-Vlaanderen, dat mocht ze houden. Een stemmenkanon van haar kaliber kan wel tegen een stootje, denken ze ook in Evergem. Vorige week donderdag heb ik ook nog gezien, weliswaar op enkele meter van mij, haar zien zitten op een vergadering, waar dan bij wij zaten ook. En ik had ook gezegd, Joke ziet er sterk vermoeid uit. Dus op het moment dat er enorm veel druk gegeven wordt, dat je vermoeid bent, dat je emotioneel bepaalde problemen, is het logisch dat je een keer een foute uitspraak doet. Ik heb dat ook meegemaakt, we hebben dat allemaal al gedaan. En in de politiek zal iedereen een keer een foute uitspraak doen. Want het is een zodanig harde werker dat ze zeker dat allemaal te boven zal komen.